Vol trots presenteerde PSV vandaag haar nieuwe thuistenue voor volgend seizoen. Omdat PSV dit jaar 100 jaar bestaat, is er gekozen voor een speciaal jubileumshirt. Een shirt dat de supporter moet herinneren aan de glorietijd van PSV in de jaren 70 en 80. Romario, met al zijn gram in die poeier, 5-0. Nadat het shirt gepresenteerd was, wisten de PSV-fans snel de weg te vinden naar de fanshop. Ja, ik vind het mooi, ja. Beter als wat eerst was. Waarom? Ja, ik ken het eigenlijk alleen maar als het normale rood-wit. En nou een keer echt rood is iets nieuws. Ja, ik vind het wel beter eruit zien nu. Ik denk niet dat je altijd hetzelfde hoeft te hebben. Ik vind het dus weer eens wat anders. En dat vind ik er wel mooi aan. Meneer Dielissen, u bent PSV-supporter. U ziet hier het nieuwe shirt. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind ze mooi. Om appel een beetje meer kleuren in moeten eigenlijk een beetje. Dus een verder is... De witte banieren terug? Ja, de witte banieren. De oude dingen weer terug. Ja, zo een beetje zo. Vind ik de mooiste, dus... U bedoelt het... Dit is nou meer net als oranje, weet je wel? Oranje zwaar, of ja, oranje... net als het Nederlands elftal had. Ja, ik heb zelf toen straks Facebook zag hem staan. Ik denk van, nou, die moet ik hebben. Dat is gewoon echt een speciaal shirt, ja. Maar hadden ze niet beter het rood-wit kunnen houden wat achter ons hangt, ja? Nee, ik vind dit meer nieuwer, zeg maar. Want elk jaar, zeg maar, ja, het is wel rood-wit, dat snap ik. Maar als je dan een keer iets anders doet, dat is ook een keer leuk. Voor de mensen die het shirt willen hebben, het is nu alleen nog op bestelling. Kosten ruim €94 per shirt.